Hey, je had goed nieuws, hè? Die gezichtsherkenning. Ja. We lazen vandaag iets in de krant. Dat mensen heel erg makkelijk geript kunnen worden van hun geld. Gewoon gezichtsnagemaakt. Kan dat echt? Nou, er was natuurlijk redelijk paniek. En ik ben helemaal niet vies van een beetje stront aan de knikker en mensen waarschuwen. Dat kennen we jou. Dat vind ik op zich prima. Maar dit artikel van de Telegraaf, dat klopt gewoon niet helemaal. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het echt wel een beetje misinformatie is hoe ze mensen geïnformeerd hebben. Dat is niet bewust bedoeld, denk ik, maar het is echt zo opgepakt in de media dat mensen nu zeggen, ik zet gezichtsherkenning uit. Ja. Ik ga weer terug naar mijn pincode. Wat er gebeurd is, er is in Vietnam en in Thailand een virus ontdekt die een filmpje kan maken met je gezicht. En in Thailand doe je anders betalingen. Daar werkt dat zo. We hebben echt te maken met een technologieverschil in Nederland. We werken hier echt anders, hoe banken-apps werken. Het is echt zwaar overdreven dat je zomaar Face ID zou kunnen namaken. Dat Face ID controleert diepte, werkt met infrarood, heeft best wel serieuze beveiliging. Dus dat gaat gewoon niet zo simpel. Nee. En ik zag dus jullie collega's bij, dus collega's Hart van Nederland gisteren, de afsluiter was, zet die gezichtsherkenning uit. Nou ja, zet die gezichtsherkenning niet uit. Want het alternatief, een pincode, ik zit natuurlijk tegenwoordig vaker in voetbalstadions, dan kijk ik wel eens naar voren en dan zie ik al die mensen massaal hun pincode intikken. Inlog. Nou, als ik dan iemand zijn telefoon uit de handen gis, ja, dan kan ik zo die pinken. En als je het natuurlijk met het gezicht doet, kortom, dat artikel van de Telegraaf, daar klopt echt niet zo heel veel van. Klopt helemaal niks van, hoor ik. Gezichtsherkenning is gewoon een prima veiligheid. En anders niks. Gewoon kut. Die man heeft zich ook op de kaak gezet. De rest van zijn leven wordt hij als kutkrant neergezet. Ja. Nou, ironisch genoeg, er kwam gisteren een onderzoek uit van CBS dat Nederlanders als in ieder geval in de top 2 komen ter landen, ter wereld, in de Europese Unie van het herkennen van desinformatie. Dus ik hoop dat mensen dit artikel misschien ook herkend hebben van is dit wel zo? En in Nederland scoort dus het hoogste land in heel de EU dat wij dus ook in Nederland informatie controleren. Dus dat we kijken, is dit wel echt? Nou ja, misschien is dat ook wel een beetje het cyber-effect van VI. Dat we als Nederlanders dus... Het cyber-effect van VI? Mooi, dat, ja, zeg niet, dat ik hier zit, dat zeg je er eigenlijk of niet? Ja. Het kan dat ik niet... Applaus, dames en heren, Dave! Ja. Goed bezig, die Dave, hoor. Voordat ik te veel... Wat zou Nederlands zonder Dave zijn? Domme man. Cybermannetje heb ik allemaal. Iets te veel in mezelf gaan geloven. Kijk, het feit dat... Het feit dat mag wel vanavond een keer, joh. Die uitgeven.